We zijn hier in de oude rechtbank van Amsterdam. Een gebouw dat het levende bewijs vormt dat we gebouwen niet hergebruiken omdat het makkelijk is, maar omdat we het willen, omdat ze het waard zijn. Een karaktervol gebouw uit de jaren 70, structuralistisch, brutalistisch. Dat structuralisme maakt het ook best heel lastig om het te hergebruiken, maar daarom ook juist heel interessant. Prachtig materiaalgebruik, maar niet meer van deze tijd in het denken over mensen en hoe mensen en gebouwen elkaar wederzijds beïnvloeden. De rechtbank hiernaast is al veel moderner in die zin. Een echt functionalistisch gebouw. Heel sterk bepaald door hoe we op dat moment keken naar duurzaamheid en naar het functioneren van de rechtspraak in de rechtbank. Dit is bescheiden ingetogen, dat is robuust, gezagwekkend zoals de overheid het wilde. Nu gaan we met dit gebouw weer aan de slag om een volgende fase aan te geven die niet meer om de mens als individu gaat, maar om de mens als onderdeel van een netwerk. De relatie tussen mensen, de relatie tussen mensen en de maatschappij, de relatie tussen mens, maatschappij en gebouw. We moeten wel. Klimaatcrisis, onze gezondheid gaat achteruit, we zijn 96% van onze tijd in de gebouwen. Hoe maken we een gebouw wat gezond, duurzaam en toekomstbestendig is? En dat gaat anders dan deze niet modernistisch, maar waarschijnlijk postmodernistisch zijn. Maar dat is van een niet-cultuurhistoricus.